Onze kippen leggen echt op de meest willekeurige plaats hun eitjes. We hebben hier zo een houtstapel en hier hebben we een kapotte plastic doos staan die naar het recyclagepark moet gaan. En de kippen hebben ervoor gekozen om dit als hun legplaats te gebruiken. Momenteel zit er één kip in. Hey kip, kom je eruit? Oké. En daar liggen de eitjes. Maar ik heb nu net het eten voor de varkentjes genomen. En ik ga ze hun ontbijtje brengen. Onze weide is echt zo kapot. Het heeft de laatste dagen zoveel geregend. Dat alles heel, heel modderig is geworden. Het is echt niet mooi. Hier valt het nog mee, maar daarachter, om de hoek, is het echt heel, heel erg. Hier zijn de kippen ook alles vies aan het maken. We hebben deze houtblokken allemaal mooi gestapeld. En dan springen de kippen, maar ook zeker Kobi, hierop. En dan valt alles op de grond, zoals jullie kunnen zien. Maar dit is hoe de opvang er momenteel uitziet. We hebben de afgelopen dagen heel wat regen gehad. En verschillende stukken van de weide zijn daardoor helemaal ondergelopen met water. Ik moet ook heel voorzichtig stappen, want ik kan hier echt heel gemakkelijk uitglijden. Ik ga jullie een beetje laten zien wat de regenval de afgelopen dagen gedaan heeft met de tuin, want het is echt wel erg. Mijn mama die is daarachter de stalletjes aan het schoonmaken. Zij is echt mijn grootste hulp. Zonder haar zou ik het echt niet allemaal kunnen doen. Hey Shappy, nee, dat is niet voor jou. Dag Shatties. Maar dus ja, mijn mama heeft net al het kippenhok schoongemaakt, al het vieze stro eruit gehaald en schoongespoten met water. Het enige dat ik dan dadelijk nog moet doen is terugvullen met stro. Dat stro ben ik gisteren al gaan halen, dus dat hoef ik gelukkig niet meer te doen vandaag. Maar het ergste van de hele opvang, dat is de weide waar ik nu naar kijk. Dit is hoe die eruit ziet. Er is bijna geen enkele grasspriet meer te bekennen. Alleen daarachter is het nog wat groen. Maar hier is het dus echt een catastrofe. We denken erover na om grasmatten te leggen hier. We hebben daarvoor iemand laten komen. En we zijn aan het wachten op de prijsschatting. Dus ja, we zullen zien wat we daarmee gaan doen. Oh. Hey Kiko. Kijk, mijn mama is hier hard aan het werken. Hier is ook alles binnenin heel vies. Dus dat wordt vandaag ook schoongemaakt. Hier kunnen jullie al een eerste deel van de schade zien, zal ik maar zeggen. Dit deel is echt helemaal aan het onderlopen met water. En het is best al diep aan het gaan. Als ik erin ga, dan gaat mijn schoen helemaal onder. Daar gaat het verder. En het begint nu weer opnieuw te regenen. Dus dat is geen goed nieuws. Hier nog zo'n grote plas. En dit is echt iets dat we denk ik nog niet vaak gezien hebben. In mijn hele leven dat ik hier al woon. Dit is de beek die door onze tuin stroomt. En die is echt helemaal buiten haar oevers aan het gaan. Zoals jullie kunnen zien. Onze hele stal gaat bijna onder water staan. Ik sta hier ook al in het water. Onze omheining wordt eigenlijk gewoon meegetrokken door het water. En dit is de plaats waar we normaal gezien ons konijnenverblijf gaan bouwen. Maar het staat helemaal onder water, zoals jullie kunnen zien. We zijn een beetje in paniek. Want het blijft maar regenen. Het gaat de hele week ook nog regenen. Ik sta hier onder het afdak. Maar ik sta tegelijkertijd ook helemaal in het water. Hier zijn er wel twee die een drie die een schuilplaatsje gevonden hebben. En wat lekker hooi aan het eten zijn. We hebben Kasper.
We hebben Kiko en Millie. Door de extreme wind is ook de deur van mijn hooiopslag uit de muur getrokken. Hier zijn een paar kipjes aan het schuilen. Maar ja, ik heb het dus voorlopig zo even gezet. Zodat de schapen en de geiten dit niet allemaal kunnen gaan eruit trekken. Mijn haar gaat dadelijk ook weer gewoon helemaal verpest zijn. Omdat ik hier in de regen loop. Maar ja, we gaan nu eventjes naar de varkentjes met het ontbijt. Bij de varkens is het trouwens ook echt een ramp. Maar dat is eigenlijk meestal wel zo. Welkom in het modderige paradijs van de varkens. Dit is ja echt een ramp. Ik blijf er zelfs insteken met mijn voeten. Kasper, dat mag eigenlijk niet wat je aan het doen bent, hè? En natuurlijk is ook alles bij de varkens helemaal aan het overstromen. Overal zijn er van die grote plassen en dat heb ik hier op dit stuk nog nooit gezien. Dus eerste keer. Dit is het stukje waar ons varkentje Basiel woont. Samen met deze kip. Ze zijn echt beste vrienden geworden. Ik weet ook niet waarom. Maar ook hier is alles gewoon... Ja, ik heb het nu al 20 keer gezegd ondertussen. Maar alles is aan het overstromen. We hebben over ongeveer 1 maand open deurdag hier in onze dierenopvang. En ik zie het echt niet goed komen tegen die tijd. Alles is hier zo lelijk. Alles is hier helemaal mis aan het gaan. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik ga zijn poortje openzetten. Zodat hij in de tuin kan lopen en dat hij eventueel in een ander stalletje kan gaan slapen. Want ik wil niet dat hij nat wordt en ziek wordt hiervan. Dus we gaan dat even openzetten. Terwijl mijn mama het stalletje van de schaapjes schoonmaakt, ga ik deze stal schoonmaken. Hierin zitten de 3 grote konijnen. En de parkietjes, die zitten hier ook. En ja, hier is er ook weer een schoonmaakbeurt nodig. Mijn schoenen, die hebben straks ook een schoonmaakbeurt nodig. Ik kan jullie niet zeggen hoeveel stress en kopzorgen ik krijg van dit soort dingen. Ik kan er totaal niet tegen als de hele tuin er zo bij ligt. Ik vind dat het dan echt lijkt alsof... Ja, alsof we geen goede opvang zijn. Of dat we onze dieren niet goed verzorgen. Ik ga ervoor zorgen om de dieren een zo fijn mogelijk en warm mogelijk bed te geven. Zodat ze niet ziek worden. En ik ga dus beginnen met deze stal. Jullie kunnen het niet zien, het is helemaal donker. Halleluja.
Mijn haar is helemaal krullend geworden van net in de regen. Valt nog best wel mee eigenlijk. Ik heb net even de tijd genomen om wat eten te maken. Ik heb nog helemaal niks gehad vandaag. En het is bijna 4 uur. Je kunt het niet zien, voilà. 4 uur, dus ik verga echt van de honger. Mijn ovenschotel die staat nu in de oven. En terwijl die daarin staat, ga ik even verder met het volgende. En dat is het schoonmaken van het verblijf van Dash en Pistache. Het ziet er weer heel erg rommelig uit, zoals altijd. Ik heb ook een paprika en, die zit hier in mijn broek, 2 worteltjes meegenomen voor de cavia's. Die zitten hier in dit gedeelte. En dat moet ik ook nog allemaal schoonmaken. Ze hebben hun waterflesje op de grond gegooid, zie ik. Oh, het is echt gewoon een dag met eindeloos veel taken. En ja, het is gewoon vermoeiend. Ik had ook een tijd geleden van die vochtabsorberende doeken besteld. Zoals degene die Dash en Pistache in hun verblijf hebben. Die had ik dan besteld voor de verblijfjes van de cavia's. Maar er is iets fout gelopen met de verzending. Ik heb een klacht ingediend en ze zeggen dat ze het opnieuw verzonden hebben. Maar we zullen zien. Ik ben er al meer dan een maand op aan het wachten. Dus het mag wel komen. En dat zorgt er gewoon een beetje voor dat het schoonmaken van deze verblijven een beetje moeilijker is dan dit verblijf. Maar goed, ik ga de snacks aan de cavia's geven. Ik heb net wat gegeten van mijn ovenschotel. Was echt zo lekker. En exact waar ik zin in had. Dus ik heb weer energie. Ik ben nu terug buiten. Want ik ga weer verder doen. Mijn mama die is momenteel weg. Hey kipjes! Wat zijn jullie allemaal aan het doen? Hoe lief zijn jullie? De konijnen die willen alweer terug naar binnen gaan, zie ik. We gaan deze deur openmaken. Het is vandaag woensdag en deze video gaat zometeen al online. Ik moet hem dadelijk nog helemaal bewerken en uploaden. Maar ik heb al een tijd geen video kunnen posten door de drukte. En ik wil heel graag een video erop kunnen zetten vandaag. Hey Kaspertje. Dus ik ga het zo snel mogelijk doen allemaal. En na deze video moet ik nog een paar dingetjes klaarzetten. Want er komt vanavond ook weer een nieuw dier. Als jullie daar meer over willen weten, dan zou ik zeker mijn Instagram account volgen. Want daar ga ik het denk ik als eerst op delen. Mijn Instagram staat altijd in de beschrijving van de video. Of op het einde van de video staat het ook altijd. Dus dan kunnen jullie dat volgen. Hey Shapi. En Kiko. En jullie lekker aan het eten hier? Dat is zo lekker. Deze heb ik nodig. Ik heb... Hey, dag mijn engeltje. Ik heb 1 strobal nodig voor het kippenhok. Eentje voor het huisje van mijn geitjes en mijn schaapjes. En eentje voor de konijnen. Dus we hebben er 3 nodig. Opgepast iedereen. En gaan ze daar meteen aan beginnen knabbelen. Is toch ook zo lekker, hè? Kijk maar dat je niet in het water valt, hè Kiko? Het water komt.
Alle stalletjes zijn nu weer schoongemaakt. Eindelijk. Kiko die is hier wat lekkers uit de berg stro aan het zoeken. En ik ben heel, heel, heel blij dat het er eindelijk op zit. We hebben de stal van de ezels nog niet gedaan en de twee stallen van de varkens ook niet. Maar daar hebben we vandaag gewoon geen tijd meer voor. Ik ga nu naar binnen. Ik ga me even snel douchen, want ik voel me echt zo vies. En dan ga ik in een supersnel tempo deze video bewerken, zodat jullie die zo meteen kunnen kijken. Vergeet mij dus zeker niet op Instagram te volgen als jullie willen zien welk nieuw diertje dat er hier straks komt wonen. Ik ga een van de komende dagen daar iets over posten. Ik ga daar nu dus nog alles voor klaarzetten. En ja, ik denk dat ik de video hierbij ga afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Of ja, leuk. Ik heb eigenlijk heel veel geklaagd in deze video, omdat alles er zo slecht bij ligt. Hey Kasper, wat ben je aan het doen? Dus ja, deze video was misschien een beetje anders dan normaal. Maar dan zien jullie ook de andere kant van het hebben van een dierenopvang. Het is niet altijd mooi weer. Het is niet altijd fijn om te doen. En dit hoort er ook bij. Dus moet ik jullie dat ook laten zien. Maar dat was dus alles voor deze video. Ik hoop dat ik jullie weer zie in de volgende video. Normaal doe ik nu zo. Maar dat ga ik nu echt niet doen, want mijn handen zijn heel vies. Dus, bye!